Kijk er geniet mee. Laat een ander het werk doen, zelf toekijken, hè, zou ik zo zeggen. En er ligt een hoop zand bij, dat is daar net afgeleverd toen ik wegliep met Rijka. Toen kwam er dus nog een wagen met zand aan. Ja. Mooi, hè? Hoe mooi is dat toch? Ja. Hallo lieve vrienden, het is vandaag alweer reeds maandag 8 mei, juni moet dat wezen, niet mei, zo. Juni en het is vandaag de dag dat 10 jaar geleden mijn moedertje naar de laatste rustplaats werd gebracht. Hier in Den Helder op begraafplaats. Karin die belde me nog net op. Daar ben ik ook weer super trots op. En op mijn schone zoon natuurlijk, Roderick uiteraard. Ik ben op beide weer super trots, maar dat vertel ik lekker niet. Nee, dat is helemaal aan hun en dat ja. Komt allemaal goed. Rijka die ga ik uitlaten en daarna ga ik druk aan de gang. Rebecca komt vanmiddag. Nou, die help ik daardoor ook een beetje mee om ook zelf weer wat te doen in de huishouding. En jullie, ik had jullie toch verteld van die ondergrondse container die er lag. Nou, jullie zagen daar maar een klein stukje van. Maar nu zitten jullie helemaal. Ja, er zit er ook hier nog voorheen. Hé, jij meisje. Och ja. Kijk, daar he, die knaap. Ja, moet je dat ding niet gaan aflikken? Dat is die knaap. Ja. Hé, maar een meid, ga je dat ding aflikken? Hé? Ja, ja. Och, gosje. En ja, we gaan zo meteen even lopen. En ja, ik heb nog een keer op dat meerkoetje gelet. Ze legde wel, maar ze is heel moeilijk te zien. Dus ja, valt ook niet te vloggen dan. Dat is zo heel erg moeilijk. Ze zit helemaal tussen dat hoge gras. Af en toe zie je eens even een wit streepje van bij de snaveltje zitten. Voor de rest zie je haar niet. Nee, nou ja, dat is de moeite niet om dan te filmen. Wel jammer, want ik had graag willen zien. En ik kan er niet bij komen, want het is aan de andere kant. Maar dan ook nog diep. Dus ja, I am so sorry. Maar het komt wel. We krijgen het mooie weer terug en dan gaan we op de booster. Gaan we weg. En dat is helemaal richting de donkere duinen, maar dan aan de overkant. Daar is zo'n vallei met dieren, kinderboerderij eigenlijk. En daar gaan we dan weer even filmen. Dat vind ik ook wel zo leuk. Ja, toch? En dan, ik weet ook niet wat Rijka met zulke soort diertjes doet. Dat vind ik leuk. Even nieuwsgierig naar kijken hoe en wat. En ja, eventjes genieten. Moet er kunnen, toch? Ja. En dan is toch nog de vraag, ja, mag je er wel in? Weet je, ook dat weet ik nog niet eens. Of dat wel open is voor het publiek. Weet ik niet. Nee. Maar dat komen we dan achter. Ja, simpel. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze en wees happy. We wachten gewoon weer af of we weer meer nieuwe versoepelingen krijgen van de heer Rutte. Maar dat merken we wel weer wanneer hij weer een persconferentie gaat geven. Ik ga nu lekker even lopen met Rijka. En ik zeg, kom tot straks. Doei, doei. Ja, ik ben weer thuis en het is dat ik Rijka uit moest laten, want ik was bezig mijn jas aan te doen. Ik kwam er dus een vrachtwagen aanrijden en ze zijn bezig. Ja, de oude is er al uit. De nieuwe staat rechtsop. Kijk er geniet mee. Laat een ander het werk doen, zelf toekijken, hè, zou ik zo zeggen. En er ligt een hoop zand bij, dat is daar net afgeleverd toen ik wegliep met Rijka. Toen kwam er dus nog een wagen met zand aan. En die moet, ja, ik keer beter terug.
Ja. Maar dat lukt je niet. Nee. Dat duurt er nog wel even. Ja. Ik zag twee man. Eentje had enkel het servetje uitgedaan. Ja, ja. Dit is leuk. Hi, meisje. Hi, mijn kind. Ja, dat wordt ook draaien, want die mag er ook niet zijn. Het zijn twee kruisen. Haha, mag niet. Eentje is voor elektrische auto's en de andere dat is voor invalide. En bij die ene staat geen bordje. Oh, die is ongereden. Ja. Ja. Ja, joh. Nou, toch nog gelukt. Oh, die andere wagen staat daar achter. Met die aanhanger. Oké, nou. Hij kon al langs, dus het redt zich wel op. Nou ja, daar moet de nieuwe dan weer in. Die schijnt ook nog dieper te zijn, dus die kuil moet groter gemaakt worden. Ja. Dan kan die grote er niet in. Die is veel dieper. Maar we zullen het beleven. Ik ga hier ook aan deze kant aan het werk. En ik zou zeggen, veel plezier als die erin zit. Laat ik het jullie wel weer zien. Of als het nu dat oppakken, weet ik veel. In ieder geval nou niet veel te beleven. Wat ze aan het doen zijn, ik weet het niet. Heel lang, ja, ze moeten het toch sowieso dieper maken, weet je. Dus het duurt nog wel even, denk ik. Maar oké, komt goed. Ik zal houden jullie op de hoogte. Als er weer wat nieuws is, kom ik weer retour. Ik zou zeggen, tot dan. Als jullie het begrijpen, begrijp ik het ook. Maar nou is de oude er weer in. Ze hebben wel met het gat bezig geweest, maar ze hebben gewoon die oude er weer in. Dan ik vat er echt helemaal niks van. Wat ze nou gaan doen? Zit er zeker een werk gelegen of zo? Ik weet het niet. Ze willen meer werk hebben, denk ik. Nou, het zal me een worst wezen. Ik snap er echt twee keer niks van. Jullie wel, ik niet. Nou, ik weet het niet hoor. Echt niet. Wat er gaat gebeuren. We zullen het beleven. Ja. Nou, ik pak jullie weer zodra ik weer wat zie. Ja? Oké, tot straks. Doei. Ze leggen die andere gewoon weer neer. Heel raar. Ik snap hier werkelijk niks van. Nou, die zitten echt op werk gelegen. Of er komt weer een andere maatschappij die daar meer verstand van heeft, ik weet het niet. Maar je haalt de ene eruit en als die groter is, moet er een grotere kuil gemaakt worden. Dus dan moet er een andere kraan komen die het zand eruit schept en de wanden goed doet en weet ik veel wat. En dan, oké, die andere, daar dacht ik er toch gewoon in. Ja, wat weet ik ervan. Nou ja, het zal me een worst wezen. Ik hoef het in ieder geval niet te doen, maar ik vind het wel grappig. Ja.
Maar oké, lieve vrienden, ik ga verder. Kandel zit op te eten. Het is Rijka en Ewin nog, die even nog eten moeten. Ik zou zeggen, tot later. Nou, Rebecca die is net de deur weer uit en mijn huisje is schoon. Ik had de kamer al helemaal zelf gestoft en schoongepoetst en gedaan. Dat alleen gestofzogen moest worden. En zij heeft boven de rest gedaan en de wc beneden, etc. alles verder gedaan. En mijn bed is weer verschoond, hoorde ik net. Dus ik ben helemaal weer blij. Ja, en ik ben nog gelukkiger en nog blijer als ik dat daar zie. Ja. Mooi, hè? Hoe mooi is dat toch? Ja. 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 En toen? Oh. Wat is een meis? Oh, godje. Maar oké, ja, ik vind dat gewoon geweldig, hè? Ja, daar word ik gelukkig van, echt. Ja, dat vind ik zo bijzonder. Het gebeurt niet veel, hè, dat er een hond met een kat overweg kan. Je hoort ook vaak ruzie, haat en nijd. Hé, meisje? Ja. Oh, wil jij even naar buiten? Wil jij even naar buiten? Met de vogeltjes fluiten? Oeh, lekker hè. Oeh, even uitrekken hè. Nou, mag jij naar buiten hoor. Zo, ja. En de buurman die is bezig met een nieuwe zonnescherm. Maar was van de week al bezig met een nieuwe schutting tegen de meiden. Ja, maar wat je nou neerzet, ik zeg dat is insectennest. Hij zegt, wat bedoel je? Ik zeg, nou, nee, wat ik zeg, daar komen spinnen op af, wespen op af en die gaan er dan lekker in nestelen. Nou, als dat gebeurt, is die gauw weg hoor. Ik zeg, nou ja, oké, okay, wat jij zegt, ja. Maar in ieder geval, nou is hij weer met een nieuwe zonnescherm bezig. Maar gisteravond kreeg ik om 10:30 al een appje van of ik wat rustiger kon doen, want hij hoorde mij op zijn slaapkamer. Ja, en? Hoor jij ook zo vaak? Ja, als jij s'avonds een feestje hebt, dan hoor ik je ook. Mag ik niet eens even een keertje zitten te lachen om iets? Ik heb het niet. Maar ja, oké. Okay. In ieder geval, ik ben met een vlog bezig. Ik ben met het geluid bezig. Dat moet eventjes eronder gezet worden, althans het staat er al onder, maar het moet even op de juiste volume komen. Daarna moet ik even luisteren of het goed klinkt. Is het nog te hard, gaat het weer wat zachter. En zo ben ik dan even wat spelen. En als alles goed is, dan komt er de switch tussen. En daarna is het renderen en opslaan. Ja, en dan is het naar YouTube toe en daar inplannen. Ja, komt helemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie dag. Maak er wat van. Doe het met de lach. Doe ik ook. Ik probeer het altijd wel. Het gebeurt ook wel eens niet. Maar oké, maak er in ieder geval wat van. Ja toch? Ik zou zeggen, tot later.